Bijna 300 toeschouwers zagen vrijdagavond Armand en de Kick in de openluchttheater Mariahout. In het voorprogramma stond singer-songwriter Jorik van Noorden. De samenwerking tussen Armand en de band is spontaan ontstaan doordat de Kick een nummer van Armand wilde gaan spelen. Inmiddels is er een nieuwe cd uitgebracht waarvan vrijdag in Mariahout een groot gedeelte ter gehore werd gebracht. Nu sta je in het openluchttheater in Mariahout. Is dit nou een goede plek voor jullie om te spelen? Of zit je toch liever eigenlijk in de theaters of in de volle zalen? Nou, wij vinden natuurlijk alles leuk. Hier in Mariahout is leuk, maar... We stonden vorige week bijvoorbeeld in het Concertgebouw in Amsterdam. Maar dat was ook leuk, terwijl het niet mijn favoriete stad is natuurlijk uiteindelijk. Arjan, want hoe is de Kick eigenlijk ontstaan? De Kick is ontstaan soort van uit de Mad. Dave zijn vorige band. En toen daar zat Marcel toen op het einde ook bij. Dat was al eerst een andere bassist. En ze stopte toen. En toen bleef Dave en Marcel die bleven eigenlijk soort van over met het idee van we willen toch nog wel een band beginnen. Even kort en bondig houden, Jan. Behoorlijk kort en bondig, toch? Hoe is dat gegaan? Ja, eigenlijk in het begin toen wij ons eerste album opnamen. Toen kwam een Lucky Fons. Ik weet niet of je die naam misschien een beetje bekend voorkomt. Die was toen bij ons in de studio. Omdat we een nummer opnamen dus van Armand op onze eerste plaats. Die wilde ik heel graag opnemen met dus Lucky Fons. En die zei toen van misschien is het leuk als we de meester zelf daarvoor ook uitnodigen. En toen is hij dus in de studio ook daarheen gekomen. En ook zijn eigen couplet opgenomen. En dan zien we je misschien in de toekomst nog vaker hier in Mariahout terug? Dat is niet open, meneer. Hij zei meneer tegen mij. Ja, dat zou leuk zijn natuurlijk. En ook misschien een keer als de Kick of tenminste, dat is misschien niet de goede bewoording. Maar jullie eigen sound. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Maar het is vanavond met de grote held, hè. Vanavond met de legende. Wat is nou het leukste liedje? Want het album samen met Armand, dat is alweer enkele weken uit. Wat vinden jullie zelf nou persoonlijk het leukste liedje op dat album? Ik vind op dat album het leukste liedje nummer... Nee, ja, ben ik te min. Nee, het nummer Gemeengoed vind ik heel mooi. Ja. Gemeengoed. Ja. Nou, echte protestsong is dat. Nou, dan gaan jullie nou niet protesten. Je gaat niet protesteren vanavond, gewoon lekker spelen. Hij wel, zeker. Ja. We zorgen gewoon dat het blauw van de rook wordt op het podium. Dat gaat zeker lukken, dat kan ik je vertellen.